gouden kalf van het publiek 2022 gaat naar... Bombini Holland 3. Bombini Holland! Gouden kalf van het publiek 2022. Bombini Holland 3. Kom erbij, zou ik zeggen. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ben je? Hij is daar. Ja, wij maken publieksfilms. Dat doen we heel graag. Dat vinden we hartstikke leuk. En we maken ook comedies. Die maken we graag voor een groot publiek. Dat doen we eigenlijk al een hele tijd met Bombini. Dit is volgens mij de vierde keer dat we hier staan. Het wordt misschien een beetje saai, maar... Voor ons voelt het elke keer heel bijzonder en heel speciaal. En we willen graag het publiek bedanken dat het ons heeft gestemd. Hier in Nederland en in de Antillen. En de mensen in de zaal, als die er zijn. Dankjewel dat je op ons hebt gestemd. Ja. Jan Dino die kan er vandaag helaas niet bij zijn. Kenneth zal zo wat namens hem zeggen. Maar Dino, deze is voor jou en hij komt naar je toe. Dankjewel, ouwe Dibbes. En we maken films met z'n allen en met een heel team. En dit kalf is dan ook voor het hele team. Voor Jan Dino, voor Kenneth, voor Sergio, Alfa, Vi, Lamara, Tigo, regisseur Pieter van Rijn, Michel Bonset, Angelie Taneja, Michiel, Koen, Harry, Michiel, Jan-Willem, Jorn, Dalina, Sander en Annelot, Lisette en Chris en alle anderen en de teams van Huis van Aspiraat, WWE, Hoentoe en Kaap-Holland. Dankjewel. Yes. Normaal sta ik achter de schermen, dus dit is een beetje spannend, maar ik had vandaag met Jan Dino over hoe speciaal het is om samen als broers dit te mogen doen. Ik weet nog voordat hij bij het bedrijf staat dat hij overal als figurant uit films werd geknipt. Dus gingen we met de hele familie kijken om aan het einde van een film erachter te komen dat je nergens te bekennen was. Weer geknipt. Die glimlach op je gezicht ondanks een tegenslag en hoe trots je überhaupt was dat je mag werken in deze industrie. Je zei dan altijd, een droom hoeft niet altijd gelijk uit te komen. Het gaat om waar we uiteindelijk straks staan. Want wacht nooit dat een ander jouw succes kan bepalen omdat je wacht op een kans. We doen het dan zelf. Want het gaat om het openen van deuren voor de kinderen van onze kleinkinderen. Je kan niks meenemen, maar wel wat achterlaten. Het bouwen van een legacy gaat door. Want deze kalveren stal met vier kalveren moet de Antilliaanse stal worden. Want hoe voller, hoe meer gezelligheid en liefde je krijgt. Maarten, we zijn je dankbaar, want jij bent de eerste die niet dacht in het knippen, maar in het verbinden. Trots dat we Judy Corsau zijn en dit mogen uitdragen in alles wat we doen. Nogmaals, dank aan iedereen. En speciale dank aan onze moeder, mama, nostimaan, maasje, hopimis, curaçao, forever, Biba Corsau.